The pigeon, Yukim, is very special because she's very young. So we can still breed, or the buyer can still breed many years from the pigeon. And she is bred by a very famous pigeon racer. So this makes it very special. We can already say that this record price is unbelievable because this is a female. Armando was a male. Usually a male is worth more than a female because it can produce more offsprings, more children. Yukim is gisteren verkocht voor 1,6 miljoen. Aan dezelfde koper die vorig jaar Armando gekocht heeft voor 1,25 miljoen. En zijn bedoeling is om de twee tegen elkaar te koppelen, aangezien dat vorig jaar een doffer was en nu een devin. Kan hij een koppel maken en heeft hij een koppel van de twee duurste duiven ter wereld, hetgeen voor hem zeer interessant is, sportief, maar ook commercieel. There is no country in the world where so many pigeon fanciers live such a high density with each other, like in Belgium. So you have like 20,000 pigeon fanciers in a very small country competing to each other on a very high level. It's like a Champions League. So it means if you are the best here, you really have good pigeons. And there is a lot of know-how